Achter mij staat er hier een bord in Zuilen. Natuurlijk ben ik heel erg nieuwsgierig. Waarom staan deze borden hier in Zuilen? Ik zie allerlei soorten borden hier in Zuilen. Wat is er eigenlijk de bedoeling voor? We staan hier vandaag voor twee redenen. Enerzijds de woninginbraken, maar rondom het winkelcentrum ook de autokraken. En we zien gewoon in de wijk, maar ook stedelijk, van, nou, rondom winkelgebieden, dat zijn soms aantrekkelijke plekken voor auto-inbrekers. Doordat mensen wel eens nou, spullen, waardevolle spullen nog in de auto achterlaten. Dus die borden die u om het winkelcentrum heeft gezien, dat is ook in het kader van nou, voorkom autokraak om mensen erop te attenderen om waardevolle spullen eruit te halen. Wat doe ik nou met mijn auto? Wat is de belangrijkste dingen wat je mee moet nemen of laten liggen? Het belangrijkste is eigenlijk vooral dat je gewoon niet veel waardevolle spullen in de auto laat liggen. Omdat heel veel inbrekers al weinig tijd nodig hebben om spullen uit de auto te halen. En heel veel mensen komen toch vanuit werk, die gaan even een boodschap doen, laten toch even iets in de auto liggen. En dan als ze terugkomen is het toch alweer snel weg. Gaat heel snel allemaal. Wat doet u nou aan veiligheid in huis? Alles. Heeft u ook toevallig een speciale brief bij de deur hangen? Pas op voor babbelaars of dat soort dingen? Nee hoor, want als er gebeld wordt 's avonds, ik woon beneden, dan kijk ik voor de ramen. En dan doe ik zo nee en dan lopen ze door. Hoe veilig doet u uw eigen huis? Onderhand heel veilig. Bij ons is al een keer ingebroken, dus sindsdien wij weten hoe het kan zijn en wat je eraan kan doen. En wat heeft u er allemaal aan gedaan? Even kijken. Nou, we hebben luiken voor de ramen, overal extra sloten op, verlichting die standaard aangaat als het donker wordt. Maar als de buren nou weggaan, let u dan ook op het huis van de buren? Ja, we melden het ook aan elkaar, we houden het in de gaten. Als we wat raars zien, dan laten we het elkaar weten. Dus je bent met elkaar alert. Is er ook een subsidie voor om je huis beter te beveiligen via de gemeente of zo? Ja, leuk dat u ernaar vraagt. We hebben inderdaad de politie Keurmerk Veilig Wonen. En dan kunnen mensen kunnen daar ook een bijdrage vanuit krijgen vanuit de gemeente. Dus die kunnen subsidie aanvragen. Dus als zij zelf investeren in beveiligingsmaatregelen voor hun woning, kunnen ze vergoeding krijgen van de gemeente. En hetzelfde geldt voor mensen die in een huurwoning zitten. Dus die kunnen bij een woningbouwcorporatie ook een vergoeding aanvragen.